Futures en future trading, wat zijn het en wat is het? In deze video ga ik je exact uitleggen wat het is en ga ik je ook laten zien of een tutorial geven hoe je futures kan traden op Bybit. Hey topper, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Corné en voor als je nieuw bent op dit kanaal, allereerst natuurlijk welkom op dit kanaal. Ik deel hier alles over cryptocurrencies, denk aan crypto nieuws. Token reviews, maar ook dit soort tutorials. Dus als je dit tof vindt en je bent nog niet geabonneerd. Overweeg even om op de rode abonneerknop hier ergens onder deze video te klikken. Like de video even. En plaats even reactie met of je dit interessant vindt. Deze content. Of je hier meer van wil zien. En wat je dan graag zou willen zien. Uh, wat betreft nieuwe content. Alright, voordat we verder gaan met de inhoud van deze video wil ik je even op antwoorden dat ik ook Instagram heb. Als je het tof vindt en je hebt Instagram, kun je me daar volgen. Ik deel daar dingen over mijn leven in Spanje, crypto tips, uh, analyses, giveaways. Dus als je het tof vindt. Link in de beschrijving at Verder, wil je nou meer leren over wat je in deze video krijgt? Of überhaupt over crypto, over NFTs? De afgelopen jaren heb ik ontzettend veel gratis content gemaakt. Denk aan trainingen, beginnen schetsen voor zowel crypto als NFTs. Dus als je dat graag zou willen volgen of downloaden, kun je dit volledig gratis doen. Linkje vind je ook terug in de beschrijving. En dan duiken we het Future Training Platform in. Maar voordat we echt volledig doorgaan. Met future trading, of dat ik je ga laten zien, wil ik eerst een klein stukje theorie uitleggen. Voordat ik ermee begin, kleine disclaimer. Niks in deze video is financieel advies, Puur wat ik doe. Je moet zelf doen wat jij wilt doen uh, en je eigen aanpak daarop loslaten. Maar ik ga je in deze video gewoon uitleg geven over futures en wat future trading is, zodat je daar zelf mee aan de slag kan gaan. Future trading komt met ontzettend veel winst als je het goed doet, maar kan net zo hard of misschien nog wel harder met veel verliezen komen. Wees dus gewoon voorzichtig met future trading. En dan te beginnen met, uiteraard, wat zijn futures? Future trading is eigenlijk in het kort het speculeren op de prijs van een activa. Dus inclusief cryptocurrencies is een activa, zonder deze daadwerkelijk te bezitten. Dus je koopt niet de cryptocurrencies als je aan future, future trading doet. Als je futures trade, gok je eigenlijk op of de prijs omhoog gaat of omlaag gaat. En als je juist gegokt hebt, doe je natuurlijk met de analyse. Uh, dus gok is misschien niet helemaal het juiste woord. Je voorspelt iets of je maakt een analyse en daar handel je op. Gaat de prijs omhoog en heb je daarop gegokt, dan krijg je daar geld voor. Dan verdien je daar geld aan. Gaat de prijs omlaag, heb je daarvoor gegokt. Hetzelfde. En bij alle, allebei andersom je, of verlies je natuurlijk ook geld op het moment dat het fout gaat. Futures trading kan ook met bijvoorbeeld grondstoffen of met aandelen. Daar heb je ook futures voor. Maar Bitcoin futures is op dit moment verreweg de meest populaire futures, uh, het meest populaire futures contract uh, ter wereld. Dit moet je sowieso weten als je gaat handelen in futures. Er zijn verschillende soorten contracten. Um, eigenlijk zijn er best wel veel, maar je kan het verdelen in twee groepen. Je hebt um, de. Contracten waar een limiet aan zit. Dus een datum. Die verlopen. En je hebt eeuwigdurende contracten. Ik adviseer je altijd om met die eeuwigdurende contracten aan de slag te gaan. Waarom? Heel simpel, je hebt een klein stukje minder stress. Want je denkt er toch altijd aan in je achterhoofd. Die datum verloopt het contract. Dus dat moet met trade wel uitgespeeld zijn. Want op het moment dat de einddatum is, wordt je die trade uitgezet, of het nou met of zonder verlies is. En daarom kies ik altijd voor eeuwigdurende. En raad ik dat ook aan voor mensen die beginnen. En die kun je ook wel vinden onder. Perpetual contracten zoals je die kan vinden. Dus je zal straks ook zien, of op andere platforms of waar je dan ook futures gaat traden, dan zal je zien uh, bijvoorbeeld Bitcoin perpetual contracten of futures uh, contracten of Bitcoin USDT perpetual contracts. Iets in die richting bij derivatives, maar dat ga je zo meteen zien. Puur even zodat je de theorie zo, met, zo snapt en dan gaan we zo lekker aan de slag met de tutorial. Futures uh, pers traden is heel belangrijk. Je wil ook gewoon zo breed mogelijk assortiment hebben, dat is heel erg belangrijk. En daarnaast wil je natuurlijk een goede feestructuur. structuur Je wil niet te veel betalen. Dat hebben veel platforms ook nog wel. Dat je ontzettende bedragen betaalt voor je future trading trades. Waardoor je soms denkt. Nou, ik ga met zoveel winst eruit en vervolgens kom je met verlies te zitten. Verkeerde exchange, Bybit is by far de beste optie uh, die ik nu al iets meer dan een half jaar gebruik met enorm veel plezier. Via de link in de beschrijving kun je een gratis account aanmaken. Het is een referral linkje van mij. Krijg je tot 4055 aan bonus voor wat je dus kan gebruiken met traden. 4000 euro winst die je meemaakt kun je gewoon doen wat je mee wil. Hoe krijg je deze, uh, deze bonus nou? Maak een account aan, stort geld op je account, plaats een trade, uh, voltooi de KYC. Dus allemaal stapjes voor, uh, doorlopen. En zo krijg je steeds hier en daar een paar honderd dollar. En kun je dat opbouwen totdat je dus die 4.055 aan bonus hebt. Linkje nogmaals vind je in de beschrijving. Als je geen account hebt, is het echt waard om het aan te maken. Zeker als je futures wil gaan traden. Goed, en dan gaan we lekker switchen naar het Future Trading Platform. En laten we dan eerst eens beginnen bij... Gewoon de Bybit-site, zoals je erop komt. Dus nou, hier heb je dus de Bybit-site. En wat je gaat doen is, normaal, als je spot gaat traden, klik je hier op Spot Trading. Doen we niet. We gaan naar Derivatives. En hier zie je vervolgens USDT Perpetual. Nou, die wil je dus hebben. We gaan hier dus kijken, tenminste als je met USDT trade, kan ook zijn dat je met USDC trade. dat is nieuwe Bybit, de meesten zullen het met USDT doen. Hier kun je kiezen tussen allerlei verschillende coins of je kan zeggen ik klik op USDT Perpetual, we gaan gewoon eerst even naar platform en vervolgens ga ik hier kiezen. Nou, je kan ook eens een sterretje geven aan pairs, wat gebeurt er dan? Dan krijg je hierboven verschillende pairs te zien die je direct snel aan kunt, kunt, uh, kan klikken zodat je kan wisselen. Voor nu BTC USDT. Het belangrijkste deel of het grootste verschil eigenlijk is met um, het future training platform is dit gedeelte hier aan de rechterkant. Dus je kan hier verschillende dingen kiezen. Ik zie dat het net ietsjes veranderd is. Het ziet er normaal net even wat anders uit. Het zal wel nieuw zijn. Maar je kan dus aan het begin kiezen tussen cross en isolated. En het is heel erg belangrijk dat je hier even het verschil tussen weet. Cross betekent dat het je de rest van je wallet gebruikt als collateral. Wat uh, in een normaal Nederlands inhoud, als jij in een trade gaat met 100 dollar, maar je hebt nog 1000 in je wallet staan, dan gaat het die 1000 dollar gebruiken op het moment dat je richting je liquidation prijs gaat. Als je futures trade, heb je een liquidation prijs. Wat betekent, bij die prijs wordt je trade geliquideerd, wordt je eruit gegooid, omdat je het niet meer kan funden. Je hebt niet meer genoeg geld op je trade of in je trade staan, uh, om die trade te kunnen blijven aanhouden. Op het moment dat je dus cross aan hebt, gaat het geld uit je wallet trekken, in die trade stoppen. En daarmee verlaag of verhoog je je liquidation prijs. Ligt eraan of je long of short bent. Als dit dus gebeurt, trekt het je hele wallet leeg. Dat is wat cross doet. Als beginnende trader nooit aan te raden. Sowieso zou ik het niet aanraden. Ik doe het wel steeds vaker nu. Komt omdat ik gewoon ontzettend goede risk management gebruik. Maar als je dat niet kan, of je weet niet hoe dat werkt. Ga niet voor cross kiezen. Dan kies je dus voor isolated hier. En wat is isolated? Is heel simpel. Het zegt het al. Je trade zit geïsoleerd. Trade jij met 100 dollar. Kan je alleen die 100 dollar verliezen. Dat betekent wel dat je een liquidation hebt die niet gaat bewegen. Tenzij je hem zelf wat meer fund die trade. Maar zodra je dat niet doet, beweegt dat niet, blijft die liquidation staan. Maar jij maakt als het goed zijn analyse. Je hebt je stop los ergens staan. En die staat als het goed is een stuk boven je liquidation Dus jij zegt: ik wil niet meer dan 2% van je account verliezen. Dus 2 dollar. In geval van een 100 dollar account. Um, dan staat je stop los ergens hier en je liquidation prijs misschien hier. Dus hoef je je daar niet zorgen over te maken. Komt allemaal neer op risk management. Als je hier meer over wil leren, jongens, in de beschrijving de gratis linkjes. Dus we kiezen voor isolated. En dan kun je kiezen hoeveel leverage wil je gebruiken in trades. Nou, bij Bybit kan je tot 100x leverage traden. Totaal niet aan te raden. Zou ik nooit doen. Ook niet 50. Ook niet 25 dat is ook veel. Zeker als beginner zou ik kiezen voor. Ga gewoon eerst eens voor 1. Dat is dus eigenlijk geen leverage. Maar wat je hiermee doet, is dus het ontdekken van het future training platform. Dus als je een trade opent, komt een balk hier. Je kan precies zien hoe dat werkt. Op het moment dat je je prettig bij voelt, kun je iets omhoog gaan. Dus zeg je ik ga met 3x leverage traden. Of met 5x. Het hangt er natuurlijk ook een beetje van af welke pairs je gebruikt. Een altcoin van een paar cent stijgt veel sneller met 50% dan dat bitcoin met 50% zou stijgen. Dus misschien wil je op bitcoin met een wat hogere, hogere leverage, euh, zo, lekkere tongroller, wat hogere leverage traden dan met een altcoin euh, bijvoorbeeld. Dus kijk daar goed naar, wees wel altijd voorzichtig met die leverage. Want hoe hoger je leverage ook is, hoe hoger je liquidationprijs ligt. Dus hoe sneller je geliquideerd zou kunnen worden in de trade. Voor Bitcoin nu, ik zet hem gewoon op 5, puur voor deze video, doet er niet zoveel toe. Um, dus we hebben hem nu op 5 gezet. Daarnaast gaan we dus kijken, of dan, dan heb je eigenlijk dus het, het stukje future trading, uh, wat eigenlijk anders is dan met de spot trading platform gehad. Maar wat je dan nu gaat doen, is gewoon een trade openen. Dus dan kan je precies zien hoe dit werkt, en dat wil ik je ook graag in deze uh, laten zien. Dus wat we doen uh, is, even kijken, hier sowieso dit openen. Is een uh, trade gaan openen. Dus je ziet hier, we zitten rond een resistance gebied. Hier is een support gebied. En normaal zou je zeggen, we gaan naar de chart. Je, je bent uh, analyses aan het maken, je plot op je chart. En uiteindelijk besluit je om een trade te maken. Voor de zekerheid van deze video doe ik het gewoon puur even in de platform om te laten zien hoe dit dan werkt. Je hebt hier een resistance gebied, zoals je kan zien: resistance, resistance, verkoopdruk. En hier zit het support gebied. Je zou kunnen zeggen nu: ik, zou, ik ga short, want ik zie dat er resistance is. De mogelijkheid is er dat mijn trade omlaag gaat. Wil je nog wel bevestiging hebben van candles? Je ziet dat de koopdruk vrij hoog is: dus grote groene candles. Dus misschien blasten we zo hier voorbij. Voor de zekerheid van deze video, en dat is ook handig aan futures: kun je lekker shorten. Ik zal je eerst gewoon laten zien hoe een long positie werkt. Ook al denk ik niet dat we hier nog veel hoger zullen gaan. Maar wie weet. We zitten op 19.867. Dus we willen een order openen 19.867 uh, zei ik. 67. We willen een order openen. Order by quantity. Doe ik doe even heel weinig. Zodat ik niet te veel kan verliezen. Dit is gewoon puur voor deze video. 20 dollar. Prima. Dan kun je zeggen: ik plaats een long. Dan heb je verder niks staan. Of een short. Dus je kan ook zeggen: ik gokte nu op dat hij naar beneden gaat. En dat denk ik eerder. Maar wat je nu ook kan doen is zeggen buy long with TP of SL. Wat staat voor take profit of stop loss. Dus je kan zeggen ik open hier dus die trade. En ik verwacht dat die naar het volgende resistance gebied schiet. Dus dat is ongeveer hier. Zoals je hier kan zien. Hier zit een volgend belangrijk gebied. Dus dat is 20.360. 20.360. Vul je in en dan zie je je profit is bijna 50 cent. Zoals je dat nu kan zien. En dan zeg je stop loss moeten we ook hebben natuurlijk. Maar je hebt hier niet echt een stop loss. Goed stop loss gebied omdat je dus hier eigenlijk normaal niet een longpositie opent voordat je bevestiging hebt bijvoorbeeld. Voor nu zetten we hem hieronder: 19.189. 19.189 Je verlies 66 cent. Totaal geen goede trade. Je verlies kan dus meer zijn dan je winst in, deze geval. in dit geval. Dus je neemt die trade niet. Maar dat is even puur voor de demo. Dus we openen de longpositie en je ziet het: we hebben hem geopend. Nou, vervolgens kun je hier alle stats van je trade zien en ook actie nemen. En dat is heel handig aan de Future Trading Platform. Je ziet dus BTC, USDT, Isolated, 5X. Je ziet de quantity. Je ziet de value, dus voor hoeveel is die trade waard. 20 dollar. Je marktprijs en daar heb je hem, de liquidation prijs. Op het moment dat de prijs op 15.980 komt, wordt jouw hele trade geliquideerd. Dus dan ben je die 20 dollar volledig kwijt. Nou, 15.000 gaat hij voorlopig nog niet halen. Nou, dat is dus je liquidation prijs. En je stop loss Wil je dus altijd erboven hebben. Zodat je niet geliquideerd wordt. In dit geval staat je stop loss daar veel boven. En kan je dus 66 cent verliezen op deze trade. Nou, prima als voorbeeld even. Vervolgens zie je je Unrealized PNL. Dus welke winst of verlies heb je gemaakt? Nou, we staan nu 0.80% in de profits. 0.55% kun je live bijhouden. Wat gelijk is aan ongeveer 0.02 cent. Je realized PNL, dus wat je al hebt. Op die dag, nou dit zijn voornamelijk vies. We hebben dus een trade geopend. Dit is vies. Dit sta je in de min vandaag. Al zou ik deze nu sluiten, staan we dus in de plus. En wat je kan doen, is ook in deze balk een TP of een SL instellen. Dus in het geval dat je hier een order zonder TP en SL had ingevuld. Dus zonder dit aan te klikken, kun je hier gaan naar de balk klikken en ook je take profit en je stop los invullen. Dus op die manier kun je dat ook doen. Verder hebben we een trailing stop. En ik heb al een keer eerder een video gemaakt over een trailing stop. Ik zal hem hierboven ergens in beeld laten komen. Wat dat doet is eigenlijk, stel je opent een trade voor 100 dollar. En je zet een trailing stop op 10 eronder. Dus 10 dollar eronder. Dus die staat op 90 dollar. Op het moment dat jouw trade naar 110 dollar gaat... schuift jouw stop los net zoveel mee als dat die eronder moet blijven staan. Dus die 10 dollar. Dus die gaat naar 100. Gaat jouw trade naar 120, gaat jouw stop los naar 110. Op het moment dat je trade zakt, blijft je stop los staan... En word je uitgestopt. Dus je stop los schuift mee naar boven. Dus je eigenlijk op een gegeven moment ga je de winst in. Kan je geen verlies meer maken. Omdat je stop los omhoog blijft gaan. En ergens waar het onkantelpunt komt. Word je uitgestopt. Dat is eigenlijk een trailing stop los plaats. En dat is wat je hier kan doen. Dus ik zou hem hier. Ik wil hem 100 dollar onder de prijs hebben. Op die manier plaats je je stop los. Uh, of je trailing stop los. Kijk vooral die video als je daar meer over wil weten. Wat je ook kan doen is close by. Dus je kan ook zeggen. En dit is eigenlijk meerdere TP's stellen. Dat kun je op meerdere manieren doen. Mijn trade is nu te klein om meerdere TP's te kunnen stellen. Uh, omdat ik met 0,001 Bitcoin erin ben gegaan. En ik kan niet kleinere porties nemen. Althans, porties. Ik kan één TP erin zetten. Ertussen. Dus je hebt hier. Ik heb hier al die take profit staan. Maar je kan ook zeggen. Uh, nou, ik zie hier nog een resistance punt. 20.168. Daarmee wil ik nog. Uitstappen met 50%. 20.000. Wat zei ik nou? Even terug. 20.196 doen we. Dus close by 20.196. Dan willen we 50% van de trade uitstappen. Post-only. Want dan ga je als maker order erin. Wat betekent dat je minder vies betaalt. En dan zie je hier dus je winst is dan 33 cent. Op het moment dat je daar met 50% uitstapt. Dus dan zeg je: oké, okay, gaan we doen. Confirm. En vervolgens zie je hem erin staan. Dus nou, je staat hier staat hij erin. Wat je ook zou kunnen doen is. Hier naar de zijkant gaan. Close. Limit close. orderprijs, Dus uh, 20.196. 20 Quantity. Met de volle 100% willen we de die 0,001. En dan zeggen we: we zijn een, een long geopend. Dus dan willen we een long close. En dan staat hij er ook in. Dus op die manier kun je verschillende TP's erin zetten. Dus dat is een beetje hoe uh, dit platform werkt. Goed, dit was de tweede take. De eerste video zat namelijk geen geluid onder. Ik hoop dat je kan waarderen dat je veel hebt geleerd van het tutorial. Zowel theorie als natuurlijk ook uh, het stukje uh, praktijk. Wat ik je nu net heb laten zien. En hier, je ziet dat de train nog open staat. Nou, we we'll close hem eventjes bij market. 100%. En we zijn met een winst eruit gestapt. Helemaal goed voor deze video in ieder geval. Ik hoop dat je hem tof vond. Like hem even. Uh, abonneer even op deze video als je dat nog niet gedaan hebt. En zet dat belletje even aan zodat je video's niet mist. Plaatsen reacties zou ik heel erg tof vinden en hopelijk zie ik je dan nou terug in de volgende video. Adiós.